Enkele biologiedocenten van het voortgezet wetenschappelijk onderwijs, VWO, hebben de training Verantwoord gebruik van pesticiden gevolgd. Deze training is gisteren verzorgd door de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Ze geeft in een persbericht aan dat dit de eerste stap is van een intensieve samenwerking tussen haar en de biologiedocenten. De opgedane kennis zal worden opgenomen in het biologiecurriculum. Pesticidengebruik en de gevolgen van overmatig gebruik komen namelijk aan de orde in de ecologielessen over ziekten en plagen. Ook bij de lessen over voeding en vertering. Aldus meldt het ministerie van LVV in een persbericht.